Bijen die bloem na bloem afleggen om deze te bestuiven. Is natuurlijk een leuk gezicht, maar het is ook heel erg belangrijk omdat bijen een cruciaal onderdeel in ons ecosysteem vormen. Het gaat alleen niet best met het diertje en dat is voor bijenkenners Sonne Kopijn reden om de noodklok te luiden. We hebben er 360 soorten in Nederland en meer dan de helft staat op de rode lijst. Dat betekent dat ze op het punt staan te verdwijnen. Wij zijn natuurlijk een agrarisch land. We zijn waanzinnig goed geworden in veel goedkope productie. Maar we hebben daarmee uh, de plekjes, de, het voedsel voor de insecten, uh, weggehaald. Om daar wat aan te doen, is Sonne begonnen met een actie om de bij zijn leefgebied terug te geven. Langs het spoor van de museumstoomtram tussen Hoorn en Medeblik worden grote gebieden ingezaaid met bloemen die de bijenpopulatie moeten bevorderen. Kinderen van de Passivalschool uit Hoorn hadden vanmorgen de eer om het eerste stukje in te zaaien. Hoe gaat het met de bij? Slecht. Omdat um, de winters in Nederland te koud zijn. Moeten we daar aan doen? We moeten ze redden? Uh, ja, we moeten bloemen planten. En zo is dat. Middels crowdfunding kan iedereen voor 5 euro een vierkante meter sponsoren. En helpen om zo een goed leefgebied voor de bij te creëren. We hebben 20 kilometer spoorlijn. ...met hele grote stukken grond, waar eigenlijk heel weinig mee gedaan wordt. En uh, door daar bijvoorbeeld bijenbermen van te maken, ja, ontstaat iets heel moois... ...zoals het er vroeger ook heeft, uit heeft gezien. En bovendien draagt het bij aan, uh, aan de toekomst van onze aarde. Dus het is uh, twee vliegen in één klap. En dit spoortraject is waanzinnig mooie grond uh, om dat te realiseren. Het uh, is stil hier, er komt af en toe een stoomtram langs... ...maar de bijen hebben hier ruim baan om uh, voedsel te zoeken.